complimenten voor het spel en geen punten. Dat heb ik vaker gehoord dit seizoen. Ja, klopt denk ik. Ik bedoel, als je ziet hoe wij de eerste helft spelen, denk ik dat we een heel goed positiespel spelen. En ook af en toe dreigend waren. En dat er buiten de eerste denk ik, 5 minuten dat er niks aan de hand was. En dan kom je ook nog goed op 1-0 voor. En ga je lekker de rust in en dan kom je de kleedkamer uit. En dan kom je al snel op 2-0 achter. En, rare goal eigenlijk van Lens. Dat leek wel voor het voorzet of was het bewust? Nou, ik heb het hem niet gevraagd, maar het lijkt me duidelijk dat het een voorzet was. En dat hij er uiteindelijk wel mooi in gaat. En dat het voor ons pech te noemen is. Je zegt, we komen de kleedkamer uit. Dus, dan krijg je meteen 2 goals om de oren. Ja, hoe sta je er dan? Ja, natuurlijk zuur. Ik bedoel, je weet natuurlijk dat hun in de kleedkamer te trainen voor hun niet al te blij zou zijn. En erop zou hameren dat ze scherp de tweede helft in gaan. En daar hou je rekening mee. En als je dan zo de 1-0 tegen krijgt en dan al snel een 2, zeg maar de 1-1 en dan al snel de 2-1. Ja, dan is dat wel een klap. Maar ik denk dat we ons goed te pakken hebben. En uiteindelijk ook verdiend op 2-2 weer kwamen. En dan in de laatste minuut krijg je alsnog een penalty tegen. En dan op de tribune, nogmaals, iedereen knap van Excelsior. Tegelijkertijd verbazen jullie jezelf nog dat je tegen PSV zo'n goed partij biedt? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, we weten wat onze kwaliteiten zijn en we kunnen goed voetballen. En dat zie je als je een beetje ruimte krijgt en de tegenstander die ook voetbalt, dan kunnen we aardig mee. En dus dat verbaast me niet. Over die penalties, had jij het gevoel dat er 2 onterechte waren? Nee, in ieder geval die van ons. Volgens mij krijgt hij hem duidelijk tegen zijn hand aan. Dus in de 16, volgens mij als je hem buiten de 16 krijgt, geeft hij vrije trap. Dus in de 16 de penalty. En die van ons heb ik niet goed kunnen oordelen. Het was heel druk en uiteindelijk valt Koevermans volgens mij. En of het terecht was of niet, dat weet ik niet. Dus zou ik terug moeten kijken. Kan je hier nog staan met een soort tevredenheid over het spel? Of is het gewoon echt de teleurstelling dat er dan niks tastbaars overblijft? Nou, het is nu toch wel de teleurstelling. Ik bedoel, ik denk wel, het is duidelijk dat we wel goed gevoetbald hebben. Maar uiteindelijk sta je hier met lege handen. Iets heel anders. Er staat een vrij jonge Duitser bij jullie in de goal. Verraste jou dat eigenlijk? Nee, we hebben met de trainer erover gesproken en hij heeft me persoonlijk ook nog erover gebeld. En dat is vorig jaar ook gebeurd een paar keer. Maar dan speel je Jupiler League en dan valt het niet zo op en dat gebeurt nu weer. Dus het verrast me niet. Denk je niet? Zou je dan nou wel beginnen tegen PSV met zoiets? Nee, dat is de keuze van de trainer en ik denk dat hij het goed gedaan heeft. Dus, Maar hij belde jou. Misschien heb jij ook al een idee erover. Hij belde mij inderdaad en we hebben erover gesproken en dat blijft binnen de kamer. En als u er vraag over is, dan moet je bij de trainer zijn. Oké, maar complimenten voor de jongen. Ja, het is natuurlijk een beetje een rare wedstrijd geworden uiteindelijk voor hem. Ja, uiteindelijk wel. Ja, in de scrimmage krijg hij een penalty tegen. Ik weet niet of het een penalty was of niet, maar ik denk dat hij het goed gedaan heeft. Nou, neem volgende keer eens de punten mee. Dat zou mooi zijn.